Frankie, goedenavond. Gefeliciteerd met de kwalificatie voor de Heysel. Eerste helft wilde het niet zo goed vlotten, mede waarschijnlijk door de wind. Tweede helft nam Zultewaregem wel het initiatief en gaf het niet meer uit handen. Graag uw analyse van de wedstrijd. Moeilijke match. Niet alleen door de omstandigheden. Ik bedoel, niet alleen voor. We hebben niet te veel achterover geleund. We wilden het afmaken. We wilden scoren. En ik denk dat we de eerste helft toch ook wat momenten van intentie hadden. Maar er was heel veel wind. En twee ploegen speelden in een goede organisatie. En het was niet eenvoudig om een opening te vinden. Ik denk dat we beide wat kleine kantjes kregen. Misschien de ene wat groter dan de andere. Maar voor mij was het belangrijkste dat we... Dat we tegen alleen twee ploegen die elkaar weinig ruimte gaven. En de tweede helft hebben zij na het vierde kwartier omgeschakeld naar een 4-4-2. En toen ze natuurlijk wat diepteballen speelden, of lange ballen vanuit de defensie, hebben wij toch een beetje problemen gehad met die ruimte tussen de linies te hernemen om te gaan voetballen. Ik dacht dat er wat mogelijkheden waren om beter te gaan voetballen in de tweede helft, maar misschien was dat een beetje... Het verhaal van dan speelden wij tegen wind. Misschien een beetje de stress. Misschien wilden we te veel dan dit doelpunt nog maken en afmaken. Maar over de twee matchen gezien zijn de twee ploegen die close waren. En inderdaad, het doelpunt op hen heeft ons naar de kwalificatie gebracht. Eerste belangrijke duel gewonnen, dus kwalificatie is een feit. Volgende zondag terug een belangrijke wedstrijd. Geen gevaar voor een beetje decompressie? Decompressie? In Waregem? Dat was niet mogelijk. Nee. we hebben te veel honger om in decompressie te komen. Waar ik fier over ben, is dat we verleden jaar een geweldig seizoen gespeeld hebben. En dat we dit jaar met heel veel emotie, met heel veel... er is al heel veel gepraat geweest over Zultewaregem. Dat begint in mei en dat is in januari nog altijd zo geweest. We hebben al een pak spelers verloren door transfer. Door blessure. Ik blijf in Bayerlei als een hele belangrijke schakel vinden. En vandaag staat deze ploeg in de finale van de Beker van België. Staan we op plaats 4 in de play-offs. Dus ik kan eigenlijk alleen maar ongelooflijk tevreden zijn. Ik ben ook ongelooflijk fier. Ik toon dat misschien niet altijd. Maar in mijn binnenste ben ik zo fier op die jongens. Dat we gaan proberen nog een goede restant te spelen in de play-offs. We gaan ons klaarzetten voor de finale en wie het wordt, zien we wel. We moeten in ieder geval zorgen dat we goed gerecupereerd zijn om naar Standaard te gaan zondag.